Deze uitzending van RKAVV TV is mede mogelijk gemaakt door Patieboerderij Heidra, aannemersbedrijf van Benten, stucadoren.nl van Geert Sappema en Electro & Groos. Ja, het was eigenlijk weer 3 punten. Hoe hebben jullie dat nou weer gedaan? Ja, goed, effectief gespeeld. Belangrijk dat we een goed resultaat gingen halen. Dat hebben de jongens ook duidelijk meegegeven. En denk ik gewoon vanuit een compacte organisatie blijven spelen. En voor de rust leverde dat een moment op met de penalty. Ja, en we konden geen fout maken. En na de rust hadden we eigenlijk uit moeten bouwen, maar uiteindelijk is het heel spannend gebleven, maar gezien dat de kansophouding toch wel terecht in de hoek. En dan speel je in 1 weekend 2 wedstrijden, hoe ga je zo'n weekend in? Ja, het wordt een heel belangrijk weekend, Pasen, het wordt een dubbel programma voor iedereen, dus we leven van wedstrijd tot wedstrijd. Ondanks dat het heel kort op elkaar is, die 2 wedstrijden, ja, wordt het gewoon nieuwe horen, is wedstrijd 1 en die gaan we gewoon op een hele serieuze en scherpe manier weer. Maar we moeten gewoon zeker proberen 4 punten te pakken met Pasen. Ja, dus je ziet dat Edo bijvoorbeeld, de concurrentie pakt ook punten. Ja. Ga je dan ook zelf de wedstrijden anders in? Nee, nogmaals, je moet eerst jezelf je werk doen en dan kan je pas naar anderen kijken. En het is nog steeds 8 wedstrijden, dus nog een hoop punten te halen. Maar daarnaast, Kwik verliest, Edo wint dan. Dus je moet constant zorgen dat je zelf je werk doet. Maar aan de andere kant, ja, Argon laat nu wat liggen, dus daar ga je overheen. En het gat met de middenmoot die daar staan is ook niet zo gek. Dus na het Pasen, ja, als je zelf resultaten haalt, daar begint het mee. Dan kan je misschien toch nog wel weer wat in elkaar kruipen. Ja, het staat natuurlijk nu allemaal heel dicht op elkaar. Ja. Hoe breng je dat over aan de jongens, dat zo'n weekend zo belangrijk kan zijn? Ja, maar goed, die jongens zijn daar ook op die manier mee bezig. Iedereen pakt het goed op en iedereen is vol beleving. Dus wat dat betreft hoef ik dat gelukkig niet aan te geven. En weet iedereen het belang van en de prioriteit waar we dat handhaving heel belangrijk is. Oké, nou bedankt en ga ervan genieten. Dankjewel, Jan. Ja, dat is ook een waarom we Jan erbij genomen hebben. Die kan ook nog een bus maken. Hoe laat komt hier de bus? Toen zei die ander dus. Busje komt zo, 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 busje komt zo. Eventjes geduld nog van dit busje komt zo. Er lagen 2 verschuiven, samen in de goot. De een was half leven en de ander half dood. In de tussentijd is de nieuwe bus gearriveerd en terwijl iedereen instapt, blikken wij nog even terug op de wedstrijd van afgelopen dinsdag tussen Wilhelmus en RKVV voor de Haaglanden Cup. De 1-0 was gescoord door Shemiel Constantia en hier de nog resterende beelden. Ja, 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 ja
RKVV. Nee, ben je dat nou? Of ben jij die stem? Ja. Hij is de voice. Ben jij het? Deze uitzending van RKVV TV is mede mogelijk gemaakt. Hij is goed, man. En na de winst op Wilhelmus maken de voorzitters beide verenigingen zich op voor de loting voor de tweede ronde van de Haaglanden Cup. En zie en hoor hier het resultaat. Kan je bijhouden, coach? Ja. Tot zo. Wanneer RKAVV. Heel thuis. Eindelijk, heb je ze zin. Mensen van RKAVV zullen dit herkennen. Meestal is het allemaal uit. RKVV speelt tegen HSV Eskamp. HSV Eskamp. Nou, Harry, bedankt.